Nou jongens, daar ben ik weer. Heeft een tijdje geduurd, maar ik ben er weer. Ik had al van tevoren spulletjes gekocht, maar ik kreeg geen tijd. Zoals het gaat. Maar ik heb nu tijd. Eventjes dan, voordat ik weg. Ik zou al lang zijn begonnen, maar ik moest mijn haren weer even verven. Dat heb ik ook eventjes weer zelf gedaan. En daarna even geveind. Dus vandaar. Maar jullie weten het. Liken kan. Abonneren kan. Wat jullie willen. Dan gaan we snel beginnen. Even kijken. Action. Kruidvat. En misschien als er tussendoor nog iets komt. Maar dat zijn de twee grote shoplogs. We gaan beginnen met Action zoals gebruikelijk. En daarvoor heb ik een paar grote items. Gekocht. De eerste is, ik ga even het erbij halen. Even wachten. Als even de andere kant op, maar goed. Dat is deze metalen mat in het goudkleur. Metalen decoratieve stoort side. Table. Zo ziet hij eruit. Ik heb namelijk eentje in het zwart. Maar ik heb daarachter in de woonkamer heb ik een zwarte wandtrek gezet. En dat komt niet tot z'n recht. Toen zag ik deze gouden. Toen dacht ik, dat wordt hem. En je krijgt er een deksel bij. Dus nou. En die was voor, even kijken hoor, voor €7,95. Toen zag ik ook nog iets nieuws en dat was deze lamp. Ook een heel mooi model. Ook nieuw, industrieel metal table lamp. En wat staat hieronder? Met een draadkapje dus. Nou, ik vond hem heel leuk. Je kan hem leuk neerzetten. En die was voor €6,95. Dan had ik twee smalle opbergkisten storage met wieltjes eronder. En die waren €4,95 per stuk. En die heb ik eigenlijk al gebruikt. Ik ga even kijken of ik er eentje eruit kan halen. Nou, ik ga jullie even. Ik kwam er even niet bij, dus ik heb het even naar beneden gehad. Dit waren deze twee storage boxen met wieltjes eronder. In de ene heb ik mijn haarproducten, in de andere heb ik. Nee, ik zeg het verkeerd. In de ene heb ik mijn merk body lotions. En de andere heb ik mijn gewone body lotions gezet. Dus dat waren de twee storage kisten met wieltjes. Heel handig voor spulletjes. Misschien haal ik er nog een paar. Ik weet het niet, maar we zien het wel. Die waren dus €4,95 per stuk. Dan heb ik een bijzettafel rond met vier poot gehaald van metaal. En die was €8,95. En zo ziet die eruit. Dit is in het zwart. Ik heb het in het goud-wit. Een metal side table. Ook voor in de woonkamer. Aan de zijkant van de bank kunnen de kids hun drinken kwijt. Of hun tablet of hun laptop. Ook altijd heel handig. Die was dus €8,95. Even kijken. Dan heb ik een metalen zo'n bezemsteel. Want de mijne had het weer begeven. Ik weet niet wat ze ermee doen. Maar het was weer stuk. Dus die zit in de bezem. En die was maar voor €0,72. Dan zag ik ook iets leuks. Iets nieuws. Make-up LED lampen met zuignappen. En het was per stuk €3,59. Ik heb meteen drie stuks gehaald. En zo.
En zo zien ze eruit. Heeft zuignapjes waar je het mee kan vastzetten. En ik wil het dus gebruiken aan de zijkant van mijn make-up spiegel. Ik heb hem meteen dus 3 stuks gehaald. Dan, even kijken, heb ik voor de kids 2 extra sterk gels gehaald. En die waren per stuk 65 cent. Dan, ik vind het altijd makkelijker trouwens. Misschien een tip. In plaats van dat je het eruit haalt en gaat opzoeken samenwerk in het bonnetje, zet je gewoon alles apart. Want ik zet dus alles apart naast me op de stoel. Kijk ik wat het op de kaart is en dan pak ik meteen dat erop. Dan ben je erbij en dan ben je dus snel klaar. Nou, dan heb ik deze. Even wachten hoor. Ik heb zo last van mijn neus. Had niet voor mogelijk. Maar goed. Dan met de Camellio Eyebrow Tint. Je hebt het altijd in het donkerbruin. Tot donkerbruin. Toevallig hadden ze het in black. En tot 14 dagen kan het goed blijven dus. In het zwart. Ik heb er meteen 2 gehaald. Want wat kosten die dingen nou? 1,49 maar. Dus. Trouwens, ik heb ook mijn gezicht geëpileerd. Zoals jullie zien, ziet het er weer iets netter uit. En dat was even tussendoor. Maar goed, dan heb ik ook deze. Even kijken hoor. Ik heb er voorlopig maar eentje, denk ik. Hè? Ja, eentje gekocht. Want als het me bevalt, ga ik nog een halen. Dat is deze handen drogen. Je kan het dus bij de kastjes op de kastjes zetten. Als je het openmaakt onder de gootsteen. Dan kan je gewoon je handdoek erop zetten. Dus, en hij is schuifbaar. Je kan hem dus korter maken en langer maken. En die was voor 1,49. Dan heb ik de mijne weggegooid, want ik was toe aan een nieuwe druiprek. De stof is, ik zet het niet in de wasmachine, te veel werk. Gewoon weggooien, allemaal bacteriën. Gewoon een nieuwe halen, want hoeveel kosten die dingen nou? Even zal ik je zeggen, 1,87. Dus, gewoon een nieuwe gehaald. Dan heb ik ook montagelijn gehaald, maar die heb ik ook gebruikt. Die ik altijd hou, van Spectrum. 1,49, waar je alles gewoon mee kan vastzetten. En die was voor 1,49. Dan heb ik een deze hout op spiegel op hout gekocht. Zo ziet hij eruit. En ik vond het wel stevig. Het is echt een heel stevig ding ook nog. En ja, ik vind hem echt wel ja, wat hebben. Dus die. En die was voor, nou ja, ik had hem al gezien, 3,49. Dan heb ik mijn gebruikelijke teriyaki noedelsoep gekocht. En die is voor 95 cent. Dan had ik ook Arizona Green Tea gekocht. Die grote van 500 ml. Maar ja, dat hebben de jongens al in gebruik van gemaakt. En daar had ik 2 van gekocht. En dat was per stuk 59 cent. Dan heb ik als laatst Betty's Jade Roller. Gezichtmassage. Ik heb er 2 gekocht. Eentje kost 1,99. En weet je, ik denk dat het nog helpt ook. Het zegt
Het zegt reduce dark circles, extremely relaxing, stimulate blood flow and oxygen for a natural glow, improve skin elastic, reduce wrinkles on face, helps absorb creams, oils and serums for better results. Dus kortom, donkere kringen, een beetje rust geven in je gezicht, de bloedstroom, een natuurlijke gloed krijg je over je heen. En de elasticiteit, dus de stevigheid, de rimpels verdwijnen. Niet dat het 100% natuurlijk, maar goed, ik geloof er niet in, maar goed, maar wel iets meer. En als je crème hebt opgezet en je gaat er dan overheen, dringt het veel beter door in de huid. En er staat dat het van jade is. Dus als het van jade echt is, nou, de kleine is voor bij de ogen, de grote is voor de grote oppervlaktes. En ik heb hem meteen. Twee gekocht. Zo. Even kijken hoor of ik. Ja, dat was de van Action. Dan gaan we gelijk door met die van Kruidvat. Dan ben ik weer. Ik heb nog twee erbij, zag ik. Want ik had eventjes. Ging alles eventjes eruit halen. Dus dat makkelijker voor mij. Trekpleister en H&M. We beginnen met trekpleister. Bij trekpleister zag ik deze Guess Sonnenbril. Met deze rode houdertje. Even wachten. Met deze rode houdertje en een doekje. En dit is het zonnebril. Ik vond hem wel stoer staan. Ja, heeft wel wat. Oké, genoeg geshowt. Wat was de prijs ervan? Even netjes opbergen. Dat doen we ook wel gewoon. Zo. En die hier daarin. Nou, ik wil niet meewerken hoor. Oké. Zit erin. Dus die, en die was voor 29,99. Goedkoop, niet? Dan heb ik een paar spulletjes gekocht. En dat is als eerste mijn neus, jongen. Is deze Real Techniek Brush Crush Diamond Sponge Multifunctionele Blend Limited Edition voor €3,99. Ik heb zo'n diamanten vorm. Dus ja, ik heb er meteen twee van gekocht. Dit is een Limited Edition, betekent kom niet terug. Dan zag ik ook deze Catrice Triple Boost Wit Argan Olie Mascara voor €3,99. Triple Argan Olie, zoals je kan lezen. En dat is dat witte mascara en daarover de zwarte, dan krijg je een betere look. Heb ik ervaring mee. Dan ook deze anti-shine fixing spray voor Catrice voor €4,59. Even genomen. En last but not least heb ik deze
deze twee kwastenset gekocht van Catrice. Oh nee, sorry, dit is van Essence. Ja, dit is van Essence. Kijk hoor. Oogschaduwkwasten. Eentje is van Blend en eentje is van de Precise Eyeshadow Brush en de Blend Brush. Die Precise was, even kijken hoor. Oh. Allebei zijn voor 2,99. Oké. Okay. Dit is de Precise. Dit is een kleinere. En de Blend is natuurlijk de fluffy one. Goed, 2,99 per stuk. Dat was Trekpleister. Gaan we lekker verder met Kruidvat. Daar zijn we terug met Kruidvat. Ik ben van plan, of bij Action, of als ik bij Kruidvat nog meer van die schoenendoosjes zie. Het zijn 5 stuks te halen. Want ik heb de molen van het schoenen waar ik mijn schoenen had, heb ik weggehaald. Ik vond het regen, ik vond het niet meer mooi. Ik wil ze gewoon even netjes opgebergd hebben in dozen. Action heeft het ook, maar die heeft het per stuk, dacht ik. Ik weet niet meer zeker eigenlijk. En ik had altijd 5 stuks voor 5,95. Dus, daar zat er maar eentje van, dus die heb ik genomen. Dan hadden ze afgeprijsd de boeken. 2,99 wordt dus 1,50. Eentje met Hope and Dreams. Met flamingo's en met palmbomen. Kan altijd van te pas komen. Dan deze riem, een beetje de, wat is het nou, de Gucci of de look met de twee cirkels. Ik heb het al in het zwart, nu heb ik hem in het rood en die was voor 4,99 voor de helft, dus 2,50 korting, dus voor 2,50 de riem. Mooi meegenomen. Toen zag ik ook voor korting twee kanten footies voor 2,49, dus dan wordt het 1,25. Met, als je het goed ziet, kant. Leuk hè? Nou, dan heb ik voor de kit, kleindochter van mij, heb ik twee shower gel en shampoo in één. Want ze gebruikt nu wat er is, of van mij. En dat is niet zo gezond en niet zo goed. In de prinsessenvorm. De paarse en de blauwe. Nee, de roze en de blauwe. En die waren ook toevallig afgeprijsd. Want die waren voor, even kijken, 1,99. Anders zijn ze 4 nog wat. Zoiets. Maar 1,99. Dus die twee. Dan zag ik, in plaats van sponsjes, ik dacht, weet je wat? Wie weet, is het wel een goed idee. Silicoon sponsen voor 2,99 afgeprijsd. Dus voor 1,50. 4 stuks. 4 verschillende maten. Voor kopjes, voor pannetjes. Dus als het goed is en als het tijd is, waarom niet? Dan heb ik 3 maskers. 1 was 1,99 en 3 was voor 4 euro. Dus ik heb de Tiger Face Apple en Strawberry Sheet Mask. Zo ziet het eruit. De Panda Face Mask, Coconut en Banana. Zo ziet het eruit. En de Kitten Face Mask Cucumber en Aloe Vera. Zo ziet hij eruit. Dan heb ik van haar een haarband. Heel simpel. Om mijn haar uit mijn gezicht te halen voor 3,99. We gaan even kijken meteen. Dit is een beetje de bedoeling ervan. Dat hij dan toch nog een beetje haar achter blijft houden, weet je wel. Maar toch ook eruit. Nou.
vliegt wel een beetje hier, dat kleine plukje. Maar goed, dit is idee, tenminste. En dat was kruidvat. Dan gaan we nu verder met de laatste. Dat is Haarlem. Ik zit altijd, zocht ik naar deze dingen. Toevallig moest ik mijn partner afhalen van Schiphol. En de Haarlem in Schiphol had ze liggen. En dat ging om. Ik zie vaak op YouTube vragen ze zich af wat het is. Ik weet niet het Engelse naam ervoor, maar wij noemen het moneypenny. En het is, betekent dat wij houden het altijd in onze portemonnee of zo, is een soort bijgeloof. Het is, geld gaat niet uit, weg, want het heeft iets met geld te maken. Maar de schelp moet niet open zijn, de achterkant. Het moet dus helemaal heel zijn. En dan heb je er wat aan. Het is een moneypenny. Ketting in het goudkleur. En die was voor 6,99. Ik denk dat mijn batterij leeg raakt. Even wachten. Nou jongens, ik ga even snel afronden voordat mijn batterij het weer begeeft. Want hij heeft het al begeven. Ik was gebleven bij de H&M. Ik heb van de moneypenny ook een andere ketting gehaald. En dat is deze met grotere echte schelpjes met van die goudkleurige erdoorheen. En die was voor 7,99. En het laatste, wat loopt het? Het liefst de oorbellen ervan in het goud. En in het normale. En die was voor 3,99. Dus deze drie setjes. Ik ben er heel tevreden mee. En dan, ik was mijn partner gaan halen dus. En die had voor mij deze horloge cadeau gekocht. En het is van het bij mij halen. Van het Zwitserse merk. Het was helemaal verpakt. Met een luxe doosje. En Icons of British Design staat erop. En ik moest het verkleinen. Dus ik heb twee schakeltjes eruit moeten halen. En ik kan het in elk juwelierzaak kan ik het laten maken. Staat erop. Dus dat heb ik gehad. En daar ben ik dus heel tevreden. Als je goed kijkt, het middenstuk, ik weet niet of je het ziet, heeft een soort marmerglans ook. En waterresistant. Wat wil je nog meer? Maar goed, voordat mijn licht het weer gaat begeven en mijn batterij weer, zeg ik tot de volgende keer. Liken, abonneren en take care.